Power to the people. Power to de waarheid. Power to u. Nou, kijkt u even. We zijn vandaag hier mogen de gast eigenlijk van de AIVD van AK Dabra, Dick Schoof. Dat het toegang tot het rampgebied onder voorwaarden alleen mogelijk zou zijn. Maar wat wel? En tegenwoordig ook de voormalige politiecommissaris van Amsterdam, Aalbergen. Die loopt nu hier zijn corrupte zakjes te vullen. En we lopen dus hier, zo ga je dus naar de ingang. En toen keken we omhoog. En dat, kijkt u zelf maar. Weet je daar ook nog? Kijk eens even helemaal in de rond graag. Zelden of nooit hebben wij zoveel Big Brother camera's waargenomen op zo'n klein stukje grond en alles is achter hekken. Dus dat schoten wij eigenlijk van in de lach. En omdat we zo'n beetje naar die camera zaten te kijken, kwam er al iemand in een blauw pak. Een soort AIVD-medewerker. En die kwam ons eigenlijk verzoeken om je niet te filmen. Maar hij was wel zo fair, moet ik hem nageven, dat hij zei, ja, we kunnen het u niet verbieden. Want het is natuurlijk de openbare weg. Ja, openbare weg. Het is hier echt Big Brother watching time already. Zelden of nooit, wij schoten er ook echt van in de lach, zoveel camera's gezien. Maar goed, waarvoor ben ik hier? Nou, om het lang verhaal kort te maken, u kunt het gaan allemaal nalezen op Volksnieuws Amsterdam de Waarde. Wij hebben een claim van 2,4 miljoen op de AIVD en op de D66 DDR Censuur Queen Olgren, die nou met een of andere mega fantasiehoed van een roodje op vijf op de pan in Prinsjesdag zit zich te hoereren. En na de zogenaamde zit, dat King Willem weer trots gaat vertellen met prinses Maxima naast hem in een of andere wababaluba creatie van een ruggetje of 30. Die overigens net terug is als super groepie van de massamoordenaar prins Salem van Saudi-Arabië. Zit er dan, en die mogen dan vertellen hoe ze afgelopen jaar weer uit naam van Hof naar Rutte en zijn CDA, nep- en fop-christenen en CU-incestbende en de D66 DDR-juppen Nederland hebben leeggeroofd en dat komend jaar natuurlijk weer gaan doen. Tenminste, met name natuurlijk de laagste en middenklasse. De ultra-rijken worden alleen maar steeds rijker en de multinationals. En die zitten vandaag met z'n allen daar om ja te knikken. En die hebben het helemaal top met het Prinsjesdag. En natuurlijk weer in de kielzog. De mainstream media. Hè? Helaas. En die hun kont er al lopen te likken. En ook de hemel in prijzen van de gevestigde orde. Helaas wel dit jaar. Ja, wat het ons betreft. Is die rode volgesopen varkenskop Fris Wester van RTL. Die is geschorst. Die is te vaak betrapt. Dat hij ergens dronken en ergens met een paar hoertjes in een steeg lag. Een jaartje of 20 te jong. Dus die is er voor het eerst niet bij. Maar dat heb je wel verdiend, wat ons betreft. Want die zat onlangs in zo'n omroeprol gesubsidieerd praatprogramma van de NPO. Pontificaal te beweren dat het goed is dat Assange gearresteerd is. En gemarteld wordt in een Engelse gevangenis. In ieder geval, ik ga het beëindigen. U krijgt volgende morgen dus een uitgebreide reportage. Wij gaan hier kijken, natuurlijk een heilloze missie. We staan hier dus echt, hier zit je dus echt in het hart van het apparaat. Wat de heersende klasse ondersteunt al een paar honderd jaar. En met name King Willem. De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Ja, de mainstream media is notabene eigendom van de corporate crime internationaal. En die, wat staat vast, dus niet mijn mening, is wetenschappelijk vastgesteld. Die bestelen wereldwijd het gewone volk voor $200 triljoen. Het hele jaar door is die zwarte Piet Rutte met zijn bende. Is iedereen aan het kaalplukken en leegroven. Ja. En dan hoor ik helemaal niemand. Nee, dat klopt. Dat begrijp ik. Die zwarte Piet wordt iedereen wild. Wegenblokkades. En die Rutte rijdt door heel Nederland rond. Met die Judasbende van het. Elk jaar weer, jaar in jaar uit. Nu wordt het Nederlandse volk compleet leeggeroofd. Pensioenen gekort. Arbeidsvoorzieningen afgebroken,
bejaardentehuizen gesloten. Nou, vul het allemaal maar in. Noem maar op, ja. En dat vinden ze helemaal geen punt. Oh, weet Zwarte Piet. Oh. Ik zal je een voorbeeld geven van verandering, Leo. Dat is dan de sneaky change, de royal. Nog geen 5 jaar geleden was het symbool op de gouden koets, misschien weet je het, zat iemand op de troon, een soort Romeins traveel, zeg maar een keizer, een Caesar. En dan zaten voor die troon stonden 4 of 5 slaven. Ja, klopt. Weet je toch? Weet je wat ermee gebeurd is met het symbool, stilzwijgend? Wist je, ze hebben toch het gouden koets gerestaureerd? Ja, die hebben ze zeer waarschijnlijk veranderd. En het is nergens rugbaar gemaakt. Dus die betaalt bepaald, dus die zal ook nooit een verkeerd woord zeggen over dit Rutte-regime. De AIVD. En ik ga dus hier mijn claim op hoerenjong Bruinerad Bas van Hout, die mij 20 jaar gestalkt heeft, mijn leven zuur gemaakt en mijn familie en mijn kinderen als AIVD-informant en daarvoor ook nog eens een keer bijna 900.000 euro heeft gevangen, fucking bloedgeld, ga ik hier mijn claim toelichten. Power to the people, power to the waarheid en power to u. En kom op, we gaan de poen binnenhalen. Heilloze missie waarschijnlijk, maar dat maakt ons het uit.